Ik heb eens een verhaal gehoord over een vrouw die wekelijks naar de kerk ging en bad. Mijn heer, haal de spinnenwebben uit mijn geestelijk leven. De volgende week herhaalde ze opnieuw hetzelfde gebed. Heer, haal de spinnenwebben uit mijn leven. Tot op een dag, aan het einde van het gebed, een man die week na week last had van hetzelfde gebed, luid antwoordde. Heer, dood de spin van het geestelijk leven van de zuster. Toen ik dit korte verhaal hoorde, besefte ik dat we vaak alleen het symptoom willen behandelen en niet de ziekte. In het geestelijk leven is het eenvoudig om week na week gebeden te herhalen waarin wij vergiffenis vragen voor onze zonden, terwijl we meer moeten bidden voor de bevrijding van zonden. In het tweede hoofdstuk van de brief die Paulus aan Titus zond, spreekt hij over de kracht van Gods genade, niet alleen om zonden te vergeven, maar om ons van hen te verlossen. Vanaf vers 11 lezen we: want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk vol ijverig in goede werken. Weet je, Jezus stierf niet aan het kruis voor onze zonden, zodat we kunnen blijven leven in zonde. De genade van God wil onze zonden vergeven en ons vrijmaken van de zonde. Wie genade wil om vergeving te ontvangen, maar zich niet van de zonde wil afkeren, speelt met de betekenis van het offer van Christus.